30 kilometer stroomafwaarts langs de rivier staat de Sint-Barbara-kerk van Culemborg. De zandkunstenaar schuift en strooit er met zand en brengt het verhaal van Noach en de zondvloed op wonderlijke wijze tot leven. Alsof ik het heel erg snel improviseer, ja. Maar dat is het absoluut niet. Hier zitten echt uren voorbereidingen. Oefenen of je het eruit krijgt in het zand. Ja, ja. En terwijl ik oefen, zie ik weer allerlei schakelingen naar weer een andere tekening. En dat is het mooiste, dat je echt een heel verhaal opbouwt. Wil je het ook een keer proberen? Straks. Als je een cursus geeft, hoe doe je het? Ja, okay. Je neemt een handje. Nee, twee handen. Twee handen. En tegelijk. Ja, tegelijk. En het loopt strooien. Er nu al uit. Nee, dat is goed. Dat dit gedoe? Ja, ja, hier. Nou, dan moet je er wel ietsje relaxter bij gaan staan. Ja, stress. Jij gooit ook kubieke meter zand om je heen, hè? Ja. Kom jij s'avonds knarsend thuis, ja, hè? Ja, overal. Helemaal. Het knarst overal. Goed, en dan nu? Oké, okay, nou, ga maar tekenen. Mag je tekenen? Kijk eens. Dat is toch geweldig? Hoe krijg je nou die subtiliteiten in die jij doet? Ja. Nou jij weer. Oh, nou ik weer. Die subtiliteit, jeetje. Ja. Nou, nogmaals, ik ben dus niet zo heel erg van het improviseren, want ik oefen me suf thuis. Ja, maar je hebt hele dunne lijntjes, gooi jij eruit? Ja, klopt. Ja, wat ik bijvoorbeeld, ik doe bijvoorbeeld een gezicht, hè. Ja, dat zag ik je net doen. Nou, dan gooi ik dat een beetje zo weg. Nou, dit is toch al een gezicht, toch? Ja, maar wel iemand met een vergrote kinderbakkers. Maar dat nou, zie je dan... als ik denk, wat een vergroot kinderbakkers, nou, dan haal ik toch... Dan repareer je dat gewoon. Ja. Dat is nou zo fantastisch van het zandtekenen. Nou, hoe lang doe je het nu? Nu? Een half jaar. Ja, zandtekenen? Ja, echt. Nee. Ja, echt waar. Ja, kijk, als je kan schilderen... Als je sowieso altijd heel erg naar dingen kijkt en onderzoekt van waar zit de schaduw, dan kun je ook al bijna zand tekenen. Je verbaast me echt. Echt waar? Ja.